Coronel, in 2020 de Grand Prix van Nederland op Zandvoort. Ja, wat ging er door je heen toen je dat nieuws hoorde? Nou ja, de puntjes moeten nog op de i gezet worden. Maar één ding is zeker. Ja, ik werd natuurlijk wild enthousiast. Want dit zijn natuurlijk wel de dingen die we willen horen. We wisten dat er stappen werden genomen. En de stappen gaan steeds verder en verder. Het ziet er in ieder geval heel positief uit. Maar nu is het natuurlijk nog wel eventjes de politiek en het commerciële verhaal wat nog ingevuld moet worden. Jan Lammers, kan jij het geloven dat hier over 2 jaar een Formule 1 Grand Prix wordt verreden? Nou, er moet nog even gewerkt worden natuurlijk. Hè. Het zijn geen inkoppertjes, maar ik geloof dat dat absoluut haalbaar is. Want dat wordt wel door de logica ondersteund. Als je ziet het succes in Spa en de Red Bull Ring en noem maar op, weet je wel. En hoeveel Nederlanders ook tegenwoordig gewoon kijken. Max heeft voor een absolute hype gezorgd. Dus dat zoiets in Nederland haalbaar gaat zijn, dat zie ik zeker. Hoe groot acht jij de kans dat die Grand Prix er komt? 100%. Ik bedoel, waarom niet? Ik bedoel, alles is geregeld vanuit het circuit. Alles is geregeld vanuit de organisatie. Iedereen wil het. De eigenaar natuurlijk van de Formule 1, die heeft zelf ook gezegd, joh, wij kiezen voor Zandvoort. Er zit een historie en ja, daar hebben ze gewoon net eventjes wat meer bij. En ik zelf ook, want ja, Zandvoort is toch wat meer een racecircuit dan dat Assen is. Nou wordt er ook gereced in Assen, geen enkel probleem. Maar als je mij vraagt, Tom, wie heeft een paar puntjes voorsprong, ja, dan is dat gewoon Zandvoort. Dus een hele duidelijke keuze. Natuurlijk, ik als Zandvoort, ik ben hier 50 jaar geleden begonnen met autosport. Het zijn mijn buren. Dus ja, ik zou gek zijn als ik ga zeggen, ik hoop dat die in Assen is. Alleen al omdat nu is het op loopafstand en anders moet ik in de auto zitten. Maar Zandvoort, ik snap het wel vanuit de organisatie, de Formule 1 organisatie. Als je Zandvoort doet, dan heb je namelijk het voordeel dat je de historie van de Formule 1 in Zandvoort kan activeren. En dat geeft natuurlijk een mooi plaatje. Wat zou er dan nog roet in het eten kunnen gooien? Als alle commerciële partijen het niet met elkaar eens kunnen worden. Want het gaat uiteindelijk maar om één ding. Geld. Kijk, je kunt natuurlijk je handtekening wel zetten onder dat voorstel. Ik denk dat het zover wel is. Alleen dan verplicht je je gewoon eerst met de kosten. Dan weet je nog niet wat er allemaal binnen gaat komen. En ik denk dat we natuurlijk het liefste wachten tot het moment dat er ook wat meer inzicht is over de inkomsten. En als dat dan redelijk in verhouding met elkaar ligt, dan zal de handtekening eronder gaan. Het kost wel heel veel geld, maar het is ook heel goed voor Nederland. Ten eerste is natuurlijk de advertising voor Nederland zelf. Dat is een hele belangrijke. We kennen natuurlijk Amsterdam. Maar Zandvoort zelf, die krijgt er niet direct heel veel waarde uit. Natuurlijk economisch in het gebied. Maar het heeft een bepaalde waarde, zeggen ze, een commerciële waarde van 35 miljoen. En een economische waarde van 80 miljoen. Dus het is gewoon aan de hele BV Nederland is dit beter. Dus ja, ik zou niet weten waarom er dan geen, nou wat zal het zijn, ik geloof iets van 35 miljoen op tafel moeten kunnen komen. Dat is toch gewoon mogelijk? Ja, uiteindelijk zal denk ik de overheid, hetzij regio, gemeente of Den Haag, zal natuurlijk een klein stukje mee moeten doen. Maar daar zullen ook de inkomsten tegenover staan en ook de PR-matige score die je doet. Moet er wel het een en ander aan het circuit gebeuren? Is dat te behappen? Ja, dat zijn allemaal kleine veranderingen. De FIA heeft al gezegd, geen enkel probleem, doorgaan waar jullie mee bezig zijn. En dan gaat het helemaal goed komen. Dus dat zijn allemaal kleine veranderingen. Dus Zandvoort blijft in principe gewoon Zandvoort. Maar weet jij wie de laatste Nederlandse coureur is geweest die hier een Formule 1 race heeft gereden? Volgens mij was ik dat, in 1982. Ja. Dus maar goed, ik reed met allemaal rommel achteraan. Dat ging, meestal heb ik de strepen, of ik heb de strepen hier nooit gehaald. Het ging altijd kapot. En 2020, dat is wel verdomd snel. Ja, iets wat goed is, komt snel. Ja. Ja, dus het is heel goed dat we in 2020 er al naar kunnen kijken. Ik weet niet of de organisatie het allemaal zo snel zou aankunnen, maar ja, dat denk ik van wel. Want ik bedoel, het is gewoon opschalen van je capaciteit. Ja. Als het in 2020 gebeurt, zou dat wel heel vet zijn. Want dat is toch wel een beetje mijn voorspelling dat Max ook wereldkampioen gaat worden.